Wat ik verwacht van dit nieuwe seizoen Inkmaster is in ieder geval een heel hoog niveau. Dus zullen we veel scherper gaan jureren. Op alles nog meer letten dan vorig seizoen. Echt meer op het contrast, op de compositie, de plaatsing van de tatoeage. De kwaliteit nog hoger is dan vorig jaar. Dat de opdrachten nog dynamischer zijn en dat zijn ze. Ook eigenlijk ga ik ook een beetje letten waar mensen hun inspiratie vandaan halen. Mijn naam is Robin, je vindt me op het internet onder Snipart. Ik tatoeëer nu professioneel 3,5 jaar. Tatoeëren is mijn passie en mijn leven. Ik ben Mick, ik ben 27 jaar, ik kom uit Antwerpen. Ik doe voornamelijk geometrisch dotwork blackwork. Ik ben Bodine, ik ben 23 jaar. Mijn stijl neigt het meest naar neo-traditional. Ik ben Alvaro Diaz Delgado. Mijn eigen stijl is heel grafisch. Vanaf jongs af aan ben ik eigenlijk al altijd bezig geweest met tekenen. Dan ging het ook altijd over portretten en dan was ik ook met mijn opa vroeger met de schetsboeken bezig. Ik ben Kenny Thijs, ik ben 27 jaar. Ik kom uit Antwerpen. Ik begon met tatoeëren omdat ik kunst er rond heel tof vond. Ik ben Martina Koster en ik woon in Hoogveen. Maar mijn stijl die kenmerkt zich door detail, veel verfijndheid en diepte. Nou, ik ben Byron Kobus. Ik kom uit Curaçao. Inkmaster is een programma die ik had iets van, dit is ook mijn droom. Die wil ik ook een keertje meemaken. Ik ben Joyce Kamania. Ik ben eigenlijk begonnen met tatoeëren omdat ik designs al ontwierp nog voordat ik aan de slag kon als tattooartieste. Ik ben Matthew Loekij, 35 jaar, ik kom uit Apeldoorn. Ik vind neo-traditioneel mooi omdat het eigenlijk gewoon heel traditioneel is, maar toch in een nieuw jasje, dus je kan het altijd een eigen draai geven. Ik verwacht aan mijn deelname aan Inkmaster vooral één heel groot avontuur. Ik heb gezegd dat ik 3 weken kom en dat ik hoop dat ik 3 weken kan blijven. Uiteindelijk ook een goede strijd met elkaar aan kunnen gaan en dat lijkt me heel gaaf. Ik verwacht dat ik de Inkmaster 2018 gaat worden. Hopelijk Inkmaster natuurlijk.